via onverwachte samenwerking, zeg maar, met collega's uit de gehele Rabo-groep, heb ik toch ontdekt dat je tot nieuwe dienstverleningen, producten kan komen waar de klant en de Rabo in de toekomst behoefte aan zullen hebben. Ik heb meer inzicht in mezelf gekregen, hoe ik zonder gebruik te maken van macht toch mensen in beweging kan krijgen. En dat kan ik goed gebruiken bij de lokale bank. Het programma heeft mij gebracht dat waar ik eerst van mezelf uitging, ik nu me duidelijk ook de kracht van anderen tot z'n recht laat komen. Mij heeft het echt een zet gegeven om een andere functie te beginnen binnen Rabobank. Binnen IT, hè, er staat enorme druk op, er moet ontzettend veel gebeuren, het moet altijd morgen klaar. Er wordt ontzettend veel van ons gevraagd en daar past dit programma heel mooi bij. Want juist dat samenwerken, samenwerken aan je doelen, een flexibele organisatie, ja, dat is waar je hiermee aan de slag gaat. Die hulpmiddelen die we daarbij aangereikt hebben gekregen zijn enerzijds theoretische kaders. Praktische handreiking, inzichten en middelen om je nog slagvaardiger te laten opereren in de organisatie. Waardoor je mee kunt vormen aan de toekomst van de bank en je bijdrage daaraan te leveren. Die inhoud en die waardes neem ik mee bij het verder uitdragen en orchestreren van waarden binnen Opvion. Ik heb positieve confrontaties meegemaakt en het heeft mij geholpen om stappen te gaan zetten. Het heeft me ook een netwerk geboden en ik denk dat het effectuation model heel goed toe te passen is binnen de Rabobank en dat we daar echt nog profijt van kunnen hebben. Als je vooral gericht bent op verdieping in je eigen vakgebied, dan moet je dit programma niet volgen. Dit programma is niet gericht op het vergroten van je vakkennis. Dit programma brengt je echt een verbreding en transdisciplinair leren samenwerken binnen de bank. Ben jij die bevlogen Rabo-professional die actief een rol wil spelen in het verder toekomstbestendig maken van Rabobank? Dan mag jij de opleiding zeker niet missen.